Kijk, aan het werken. Ja, aan het werken, ja. Moet allemaal weer netjes achterlaten, hè. Gisteren een feestje gehad en dan... Ja, rustig feestje gehad. Bescheiden, hè. Ja. Maar goed, we hebben toch een zekere leuke jaarwisseling hebben gehad. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. We hebben toch gehad, bij vuurwerk hebben die mannen toch nog afgestoken. Ja. Ja, we werden verrast hierachter door zo'n vuurwerkshow zelfs. Oh, oké, okay, gedaan. Ja, dus dat was, we zijn niks tekort gekomen. Nou, een lichte kater in de hoofd, zeg maar, en even alles weer opruimen. Je ziet het vaak nog dagen liggen, hè, maar jullie ruimen het netjes op, hè? Wij ruimen er altijd netjes op, want we willen niet hebben dat het een bende het wordt. Blijft liggen. En als we dat met z'n allen doen. Kijk, de buurman is ook al bezig. Buurman is ook al bezig? Ja, dat gaan we ook even zien. Goedemorgen. Kijk, die ruimt ook al op. Ja. Je ziet jouw woonkom die denkt, nou ik wil ook op de film. Dat zou best kunnen. En Rob wil ik ook op de film. Hé? Nee, niet. Liever niet. Nee. Maar het was wat minder, het vuurwerk, minder dan andere jaren. Het was echt wel een stuk rustiger dan andere jaren. Ja. Ja. Maar goed, we weten met z'n allen waarom. Maar een beetje mag wel, hè. Als je dan ziet wat er allemaal toch weer op het nieuws en zo allemaal gebeurt, dan is dat dan is dat toch jammer eigenlijk, hè? Ja. Dat is uiteindelijk is niet de bedoeling van het feestje eigenlijk. Nee, de boel vernielen en zo, dat hoort er eigenlijk niet bij. Nee. Als we dat met z'n allen nou een keer afstand kunnen gebruiken, werd het allemaal een stuk gezelliger allemaal. Ja, natuurlijk. Ja. Er zijn altijd mensen die denken dat het anders moet, hè? Ja, inderdaad. Ja. Ja. En dat is gewoon jammer en dat verpest het voor degene die er wel een feest van willen maken. Ja, absoluut, zeker. Ja. En dan gisteren ook, en dan als die mannen zo'n beetje hebben wellicht vuurwerk afsteken, dan is er allemaal niks aan de hand, gebeurt niks. Maar ik denk dat het doel wel bereikt is, hè, want er zijn heel weinig vuurwerk ongelukken gebeurd. Ja. En, Ja, dat heb ik begrepen. Dus, daar ging het eigenlijk om, denk ik. Hè? Dus, ja, dat was het doel, hè? Ja, dat is dus, het doel. Dus daar hebben ze wel, dat is ook gelukt. Ja. Politie, hoeveel mannen zitten we bij elkaar? Nee. Ja, dan komt hij terug tellen. Ja. We staan op 1,5 meter. Ja, en het is één familie. We zijn één familie. Dus, ja. Ja, één grote familie in S. Hé, maar hoe is het gisteravond gegaan? Was er nog veel vuurwerk? Nee, er was nog niet veel vuurwerk. Wij hebben zelf onze vlag gehezen in 12 uur. Je hebt de vlag gehezen, ja, ik zie het. Ja. Een mooie vlagje. Ja, Boksel, hè. Ja. We hebben de vlag van haar naar beneden gedaan en die naar boven. Ja. En we hadden geen vuurwerk, maar we hadden een kwartier de klokkengeluid. Oh. Dus we zijn ervan toch feestelijk. Ja, dat zeker. Ja. Dat is het. Het mag niet, hè. Doe dat niet. Nee, maar ja, ik hoor het net ook nog knallen, hè, hier in S, maar ja. Ja, nee. Kindervuurwerk. Ja, dat mag allemaal wel, hè. Pukkie, kom zeg. Ja, Pukkie, kom. Ja, Pukkie mag terug op. Ja. Ja. Het is hier net gewoon rustig gelopen, toch gezellig. Ja. De mensen komen even naar buiten, daar stonden er een paar buiten en hier bij ons staan er een paar buiten. Ja. Hun wonen op de pastorie, die stonden buiten, maar verder niks. Nee. Heel rustig gelopen. Nee, maar zonder vuurwerk is er buiten ook eigenlijk niet zo heel veel te zien, hè? Nee, er was in S eigenlijk heel weinig vuurwerk. Ja. Enkeling die iets, een pijl, maar niet echt. Nee. We hebben echt alleen de klok geluid. Ja. En je zit dichtbij, hè? Dus hij is goed te horen, denk ik, hè, die klok. Hè? Je zit hier dichtbij, dus... Hey, doei. En verder is er weinig gebeurd. Nee. Gelukkig maar. Dus wij voelen ons welkom bij Bokselen. Je bent lekker aan het wandelen, zie ik. Ja, maar ik ben zo thuis. Je bent zo thuis, ja. Het begint te regenen. Ja. Mag ik u vragen hoe dat gegaan is met de jaarwisseling? Hartstikke goed. Ja. Nog vuurwerk afgestookt of dat doe je niet aan? Nee, doe ik niet aan. Doe we niet aan, oké. Nee. Maar verder alles goed gegaan. Ja. S is bij Boksel, hè, momenteel, hè? Ja. Vanaf vandaag. Ja. Geen problemen mee? Niet. Geen problemen mee, nee, oké. Okay. Er zullen nog geen problemen zijn, denk ik, hè? Nee, nee, dat zou wel meevallen. We'll be right back.
geen weer op de schilderdam. Nee, het is geen weer. Nee, de zon scheen straks en nou in één keer... Begint nog te regenen ook nog. Ja, ik denk ik werk het gewoon een beetje bij hier. Ja. Dan heb ik volgende keer minder werk. En daar op de eerste dag van 2021 ook nog? Ja, maar ik mag daar niks doen, hè. Oh, ik mag niks doen, hè. Hoezo niet? Ja, ik heb een rijschool. Oh, een rijschool, ja, ja. Nee, dat mag nou ook niet, dus hè. Nou, en ik ben vroeger schilder geweest. Ja. Dus dan ga ik mijn oude vak maar een beetje uitoefenen. Ja. Ja, dat moet ook gebeuren, hè. Zo is het, hè. Ja. Ja, het is nou 1 januari en... Hoe bent u doorgekomen de jaarwisseling? Nou, we zijn eigenlijk samen, hebben we gezellig oud opnieuw gevierd. Dus, en we hebben gevierd dat ik vandaag voor het eerst inwoner van Bokstel ben officieel. Oh. Dus kijk, dat is eigenlijk helemaal mooi. Gefeliciteerd. Denk ik, ja, dankjewel. Ja. Dus maar, ja. Dat is een nieuwe stap en een nieuwe start voor ons. Ja, zeker. Dus, nieuw jaar, nieuwe start ook al. Ja. Nieuwe start. Ja, ja, mooi. Ja. En u bent de boel aan het verkennen nu? Of, Nee, nou nee, mijn partner die is hier geboren en getogen in Liemde dan. Maar we zijn aan het geocachen. Oh zo. Ja. Dus, het weer speelt nou niet echt mee en vanmorgen was het lekker zonnig. Dus, ja, het is in één keer weer omgedraaid. Ja, hè, het is helaas. In één keer wat minder. Maar goed, we gaan toch wel lekker buiten in de frisse neus halen. Ja. Een beetje gezond bezig zijn, bezig blijven. Ja, dat is het beste. Het hondje moest er ook even uit. Ja, goed, thuis op de bank. Thuis op de bank, ja. En niet naar buiten geweest om 12 uur? Of... Nee hoor, gewoon om 30:30 in de bed. Want het heeft toch wel weer geknald, hè? Ja, bij ons viel het wel mee in Oost. Ja. Ja, het was anders is anders. Veel minder, hè? Ja, veel minder. Maar ja, dat was ook eigenlijk... afgelopen. Dat was ook eigenlijk de bedoeling, hè? Elke middag gaat je even mee? Iedere dag. Dan ga ik meestal eens een kopje koffie halen, dit was het enige open was. Dus. Prima. Ja, lekker gewoon, rustig. Wij waren lekker met z'n drietjes. Ja, dat mag ook, hè, met z'n drieën. Ja. Dus, maar het vuurwerk, daar viel mee? Of, Nou, ze hadden hier ergens in de buurt hadden ze vuurwerk en dan konden wij van ons uit zien. Wij zitten bij het oude postkantoor, dus heel mooi zien. Dus wij hebben vuurwerk erbij gehad, ja. Ja, ja. Maar veel minder als vorig jaar. Ja, dat was ook eigenlijk de opzet, hè. Dat Oh, maar dat geeft niks, zo was het ook leuk. Dat is goed gelukt, hè. Ja. En nou even een frisse neus halen zo? Ja, met z'n allen. Een wandelingetje. Dat hoort erbij. Ja, dus. Tuurlijk. Ja, de kilo's er weer af, hè. Ja. Ja. Nou, dat valt voor de rest wel mee. Ja, dat valt wel mee. Ik bedoel, het is, maar wandelen is toch goed. Ja, wandelen is toch goed. Ook al valt er een beetje dat regen. Dat doen wij dagelijks. Ja, oké. Hey, dankjewel. Succes. Tot ziens. Ja. Ja.